Terwijl de camera's rollen, rol ik met de punches. Reality is mijn podium en ik ben de ster van mijn eigen show. Daar zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van Reality in de enige echte boulevardstudio. En ja, ik vind het toch wel een hele speciale aflevering. Ze zitten hier bijna allemaal. Ik ga ze even aankondigen voor jullie. Tamara Elbas, Maria Taylor, Sherry Ann Persson, Hella Huizinga, Kimmeline en Susanne Klibanski. Yeah. Het mag wat enthousiaster. Ik vind het sowieso heel tof dat jullie hier allemaal zitten, bijna. Jamila kon niet aanwezig zijn, die zit op Mallorca. Maar ze is toch een klein beetje aanwezig. Ze zit naast Tamara, de armband. Dan gaan we het meteen in de prullenbak gooien. Al die E-nummers. Ik dacht, nu gaan ze zeggen, ze moet niet op die E-nummer. Ja, die had ik verwacht. Hoe zit het tussen jullie en Jamila? Is alles oké? Hebben jullie haar nog gesproken? Jawel, we hebben sporadisch contact. Ik bedoel, we zijn natuurlijk gewoon collega's van elkaar. En, oh, wel echt sporadisch contact? Ja, zeker wel. Oh, ja, ja. Oh, dat wist ik ook. Maria dus niet. Nee. En ze was natuurlijk onlangs jarig, dus toen heb ik haar ook gefeliciteerd. Ja. Dus, zomaar Tamara toch? Ja, soms heb ik gewoon een aardige moed. Dus ja, daar kunnen mensen dan ineens zomaar van profiteren. Het komt niet veel voor, maar als het voorkomt, kan ik gewoon heel lief zijn. Jij bent natuurlijk de nieuwkomer van dit seizoen. De beste vriendin van Maria. Wat vond je van de dames van tevoren? Had je al een beetje gevoel bij iedereen? Je had natuurlijk aan de engelen gevraagd hoe het precies zat. Had ik een gevoel bij iedereen. Ik kende de meeste dames natuurlijk al persoonlijk. En met de meeste dames kon ik ook heel goed overweg. Cher en Susanna en Jamila kende ik nog niet of niet zo goed. Dus ja, dat moest tijdens de opnames maar blijken hoe dat zou verlopen. En dat liep af en toe een beetje uit de hand. Dat maar daar heb ik wel leuke televisie mee gemaakt, denk ik. Denken de andere dames daar ook zo over? Nee. Dat is duidelijk, Cher. Spreek je uit. Nee. Wat vond je ervan? Nee, ik vind Tamara echt leuk. Ik zag gelijk van, oké, weet je, zij heeft een hart op de tong. Daar hou ik van. Geen gezeik, weet je wel. Dat vond ik wel fijn. Ja. Maar ze heeft wel een grote geen mond. Geen gezeik? Nee, naar mij toe. Voor de rest was het een gezeik. Nee, maar ik bedoel van naar mij toe. Maar ze is echt wel... Sorry, allergisch. Lekker hoor. Allergisch voor Tamara, ik merk het. Ze zegt wel alles. Ja, ze zegt alles wat ze denkt. Ja. Dat hebben we ook meegemaakt inderdaad. Ja, maar ik wist wel van als Tamara bij de Housewives komt, dan gaan we ook al haar gekke dingen zien. Zoals ik ben een geldmagneet, haar aparte uitspraken. Ja, dieetwensen. Ik had me daar helemaal op verheugd, zeg maar, om Nederland die kant van Tamara te laten zien. En we hebben inderdaad van je genoten. Degene die er niet bij is, is Jamila. Met haar is natuurlijk ook het een en ander gebeurd. Kimmeline, zij noemde jou leugenaar, omdat je dan van gedachten eigenlijk bent verwisseld. Nou, kijk, weet je, als ik dan alles terug heb gekeken, dan denk ik, waar ben ik nou eigenlijk in godsnaam mee bezig? Waarom moet ik haar nou overtuigen dat ik geen leugenaar ben? Mm-hmm. Dus ja, wat dat betreft is het een hi en een bye. Maar dat doe ik zo in plaats van dit. Want ja, zo ben ik niet. De middelvinger? Ja. Oké, die gebruik je niet. Ik doe gewoon zo. We maken wel progressie, want ze stond van de week op Instagram met deze twee vingers. Gestuurd. Ik vind dat toch stukken leuker dan de middelvinger. Ja, vind ik wel mooi. Cher, jij bent eigenlijk samen met Suus denk ik nog de enige die een beetje goed is met Jamila. Althans, dat zien we in het programma. Hoe is jouw band nu met haar? Nou, ik zal je wat zeggen. Op dit moment... heb ik eigenlijk haar een bericht gestuurd dat ik wel van haar hou, maar echt wel op afstand. Oh? Ja. Nou, er is heel veel gebeurd. En dat zie je natuurlijk niet in de Housewives. Maar er is gewoon echt heel veel gebeurd. En het was zo heftig dat zelf onze mannen in een verhitte discussie zijn geraakt. En ja, wat dat aan gaat, ik sta wel achter mijn partner. Gewoon altijd. Dus, ja, dat snap ik ook. Ja. Hoe heeft zij erop gereageerd? Dat ze eigenlijk wel liever nog een gesprek met mij wil hebben. Okay. Dus ze wilde eigenlijk bellen. Zei ik, nee, ik wil dat wel face-to-face. Dus ik wacht weer totdat ze in Amsterdam is en dan kunnen we face-to-face praten. Oké, nou, dat is wel volwassen dat jullie gewoon nog even met z'n tweeën om de tafel gaan zitten. Ja. Nou, maar ze had ook ze wel gezegd dat ze Roland verwend vond. Dus die man kwam zijn hotel uit, zijn 5-sterren hotel. Ja. Je krijgt normaal duizenden euro's
om ergens te komen, om ergens bijvoorbeeld te komen spreken. En hij kwam bij Jamila en er werd niks, geen eten geserveerd. Hij kwam daar voor diner. Met haar moeder, dus ja. Hij was uitgenodigd. Hij was uitgenodigd. Het is niet dat hij zelf gewoon voor de deur stond. Hij was uitgenodigd. En dan heb je een hele dag gevlogen met een baby. Je neemt de moeite. Eiland, ik bedoel, hij was nog nooit op Mallorca geweest. Dus dan moet je en rijden. Navigatie was Duits. Weet je, hij kan wel wat Duits, maar hallo. Ja. Super. Dus, alles en Jayla meegesleept ook. Ja, en weet je, Jayla was toen 6 maanden. Ja, dus hij kwam daar uitgehongerd aan en er was gewoon niks. En dan is hij al hangry, hè? Want dat is hij. Ik zou heel zagrijnig zijn. Hij was super boos. En ik kwam er pas dagen later. Het is wel langs ons heen gegaan allemaal tijdens het eten. Ja, hij was boos. Kan je? Nee, ik heb dit helemaal gemist. Nee, weet je, ik heb het mij wel weglopen. Maar ik heb dit tijdens. Ik en Maria kwamen later. Oké, okay, jullie vriendschap is een beetje bekoeld. Jullie gaan nog met z'n tweeën. Ja, niet een beetje. Oh, niet een beetje. Jullie gaan wel goed zeggen. Is er wel een kans dat het weer wel weer oké kan worden tussen jullie? Dat jullie door één deur kunnen? Of ja, tuurlijk. Nee, we kunnen nu dan ook door één deur. Roland mee uit eten nemen. Ja. Nee, Roland wil echt met een chefkok, hè? Nee, Roland wil niks meer. Oh, nee, absoluut niet. Nee, dit zie ik ook niet meer goed komen. Nee, Roland wil echt. Roland? Nee. Tamara, je had natuurlijk ook best wel kritiek over de kledingstijl, onder andere inderdaad van Jamila, maar ook over Susanna. Je hebt er walgelijk meisje genoemd, tovenaar van Oz. Waar kwam dat vandaan? Wat triggerde jou zo erg bij Susanna? Ik denk dat we gewoon heel erg verschillend zijn. Ik denk dat zij, Susanna is vrij gereserveerd en... Ik gooi gewoon alles eruit. En ik wil heel graag, als ik met iemand in contact kom, die persoon ook heel goed leren kennen. En ik wil daar dan van alles van weten. En ja, soms vinden mensen dat heel leuk, maar soms kunnen mensen dat niet waarderen. Dus ik denk dat we zijn gewoon twee uitersten. En ja, ik denk dat dat gewoon af en toe wel eens botste. We zijn natuurlijk allebei ook twee sterke persoonlijkheden. En dat gaat goed of dat gaat gewoon helemaal de mist in. Ja. En ik denk dat dat hetgeen is wat er uiteindelijk is gebeurd tussen ons. Nou ja, ik denk wel dat het heel leuk is dat we er allebei in zaten. Want we hebben voor fantastische drama gezorgd. Ja. En als dat we gingen regelmatig viral. Dat dus is, dat kunnen we dat wel. Niet, ik bedoel, dit heb je wel nodig in een housewife-achtige show. Dus wat dat betreft vind ik het fantastisch dat ze erbij is gekomen. Want laten we eerlijk zijn, anders was er gewoon geen seizoen geweest. Nee, dat heb je mooi gezegd inderdaad. En wat dus ook zo leuk vind, is dat het zo ontzettend leeft onder de kijker. Zo maar dat echt. Is toch echt wel het succes van het programma. Dat mensen, die zitten er echt zelf mee, heb ik het idee. Ja. Het speelt zo. Iedereen leeft gewoon heel erg mee. Ja, maar dat is toch fantastisch. Ja, jullie krijgen berichten, ik krijg berichten. Het is... Mensen zijn, ik heb e-mails gekregen met ik heb het bekeken en je sterrenbeeld erbij gehaald en dit en dat. Ja, en toen dacht je, is dat Tamara en met de fake-account? Ja, ik heb het gelezen. Ja, ik vond het interessant en ik denk, ik vind het wel echt het... Maar we zijn wel echt voor het programma al verschillend. Ik vind dat je dat heel mooi hebt gezegd inderdaad, Suus. Ja. Maar als je dan terugkijkt naar het hele seizoen, als iemand met jou continu de confrontatie aangaat, lijkt me ook wel... dat je wil afbijten, terwijl je vorig seizoen best wel afzijdig hield van alle drama en hectiek. Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Zoals? Ja, zoals ik er dan op terugkijk. Ik heb dit nooit eerder zo meegemaakt. Ik heb een mooi extra eeltlaagje gekregen, dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Die had ik nog niet. Dus uiteindelijk ben ik iedereen heel dankbaar. Tamara geeft mensen eelt. Als mens door mij. Eigenlijk ben ik Tamara heel erg dankbaar. Pas op hoor, zo meteen stijgt ze op. Ja, straks naast mijn schoenen nog lopen. Ik vind het echt fantastisch. Ik heb er heel veel van geleerd. Dus, mooi. Suus, bij mij gaf je aan bij Housewives Unfiltered... dat je hoorde dat Tamara niet echt een heel leuk persoon is voor andere mensen. Was dat toevallig van deze Housewives of... Moet ik opbiechten? Nee. Dat was eigenlijk meer om aan te geven dat... en ik heb daar ook volgens mij in gezegd dat ik er zelf wel open in ging. En dat ik haar wel een kans wilde geven, zeg maar, in haar als mens. Maar ja, toen kreeg ik inderdaad daarna al dat bericht dat ze heel vervelend over iedereen was geweest. Toen dacht ik van, dan is dat zo'n relatie. En heb ik daar misschien... me te veel in laten kennen. Dat kan ook. Ja? Ja. Kijk je er zo naar terug dat je iets te veel van jezelf... Ja, misschien wel, ja. Oh, wat volwassen.
Dat je dat zegt. Ja, nu jij nog, Tamara. Ja, vind ik maar echt nu jij nog. Ik ben eigenlijk een heel aardig mens. Nou, wie weet, Tamara. Maar wij zeggen allemaal wel dat wij blij zijn dat Tamara niet de pik op ons heeft. Want dat zou ik ook heel vervelend vinden. Nee hoor, ik kan er echt wel om lachen achteraf. Ik vind het echt allemaal prima en ik heb het ook allemaal naast me neergelegd. Maar af en toe kon ik wel naar mezelf terugkijken. Dacht ik van, nou ja, laat gaan, weet je. Dat vind ik heel knap dat je dat zo kan zeggen. Ik vind dat echt Ik heb er heel veel van geleerd. Zelfs op je 39ste leer je nog steeds elke dag. Dus dat vind ik ook leuk. Dan wil ik daar even op inhaken. Goh. Ik heb ook veel over mezelf geleerd. Ja, echt. Geloven we niet. Nee, we leren ook wat in dit programma. Sprak jou vanmorgen nog eens. Daar komt ik denk wel, ruzie maken oké, maar ik kan wel ver gaan in ruzie. En dat vind ik niet zo'n mooie eigenschap aan mezelf. En ik vind ook wel dat ik daaraan moet werken. Dat... Ik word er bijna emotioneel van. Wat gebeurt hier? Nee, dat is een slechte eigenschap van me. Het is, in een ruzie met mij is alles geoorloofd. Dat is natuurlijk niet zo. Mm. Daar kan je ook dingen mee kapot maken. Mm. En dat is denk ik toch wel een beetje tussen ons gebeurd. Want Hella zei ook wel regelmatig... Ja, jij en Suus vinden ook heel veel dingen leuk. Jullie hebben toch wel ergens een beetje overeenkomsten. Jullie hebben dezelfde lifestyle, jullie vinden dezelfde dingen leuk. Misschien moeten jullie het gewoon proberen. Maar als dan eenmaal die trigger bij mij is geweest, ja, dan gaat hij niet aan. Is denk ik een beetje joods. Ja. Ik vind het... Ik ben er helemaal stil van, Maria. Ja, ik heb dat, ik schrik hier ook van. Had je dit verwacht? Nee, ik had van alles verwacht in dit gesprek van beide partijen, maar niet dat ze... Dit, dat ze vervolgens gaan zeggen dat ze iets gaan leren. Ik vind dit heel mooi. Meen ik vind het ook echt mooi. Kijk, ik hou van jou en ik hou van jou. Ik vind jullie allebei fantastisch. Maar dat het toch nog na de reunie, na zo'n... Ik vond het vrij... Het was best heftig toch af en toe? Ja, tussen die twee. Ja, tussen jullie twee. Het hoort bij een reunie. Maar ik vind het toch fijn... Oké, want we hadden het zeg vond maar bij de reunie... heel rustig. Ja! In vergelijking met vorig jaar inderdaad. Daarvoor. Maar goed, het kan ook niet heftiger dan vorig jaar. Nee. Dat mag ik hopen. In de reunie gaf jij een compliment aan Jamila en andersom. Zou dat nu ook kunnen bij jou en Susanna? Ik zeg regelmatig ook wel positieve dingen aan Susanna. Ik vind Susanna heel talentvol en ik vind haar een echte bikkel. Ik bedoel, als ze een doel heeft, dan is dat ook hetgeen waar ze voor gaat. Ik vind haar heel professioneel en gedisciplineerd. Ik vind haar een hele leuke housewife ook om erbij te hebben. En mocht er een volgend seizoen komen, dan hoop ik ook dat zij er ook bij is. Ja. Dat vind ik echt tof. Het is toch prachtig. Suus? Ja? Dat ben jij. Alleen als het lukt hoor, Suus. Ja, dat kan Suus. Het is een marketingdame. Wat ik heel leuk vind aan Tamara is, en ik gun het er ook, is dat ze natuurlijk een tijdje er niet even in de tv is geweest. Je bent een tijdje weg geweest, je hebt veel ongeluk gehad, misschien in je privéleven. Dus ik denk dat jouw... manifesteren heeft gewerkt en daarom gun ik ook jouw successen in de tv en dat je gewoon door bent gegaan in doorstoten. Hè? Weet je, soms dan krijg je heel veel nee op je pad en veel negativiteit. Je geeft niet op. En ding. Nee, je bent een go-getter en dat zal je zeker ver komen in het leven. Ik ben helemaal verslag en ik vind het heel mooi dit meiden, dat meen ik oprecht. Ik vind het vooral het allerleukste is het leeft dus. Ja. Mensen krijgen gewoon emoties bij dit hele programma. En ik heb het idee dat het zelfs nog meer is nu dan vorig seizoen. Veel meer. Ik heb gewoon vaders op events die dan even willen facetimen met hun dochter. Mm. Omdat die dan... Ja, heb ik ook. Ja, zo leuk. En ik krijg dochters die hun vader aan mij voorstellen. Hella, over online gesproken. Ja. Je hebt natuurlijk ook het afgelopen jaar best wel veel over je heen gekregen. Klopt. Je hebt ook best wel een lastige periode gehad. Ja. De break-up, de aflevering die op tv is geweest. Ja. Hoe gaat het nu met je? Hoe kijk je daarop terug op die tijd? Nou, ik heb er zeker een dikke huid van gekregen, want het is me niet in de koude kleren gaan zitten. Ik heb ook allerlei, heel veel lieve berichten gehad. Echt duizenden, maar ik heb ook wat bedreigingen en doodsbedreigingen gehad. En dat was best wel naar, ook met de kerstdagen. Je zegt het wel even tussen neus en lippen door, doodsbedreiging. Ja, ik schrik daar heel erg van. Ja. Want, ja, ik was daar ook van geschrokken. Omdat, je kan je niet voorstellen, ik was ziek met de feestdagen en ik lig dus ziek op bed. En dan krijg je ook nog eens dat soort gekke teksten binnen. Ik heb het geloof ik ook naar jou gestuurd, Maria.
En ja, we zijn ook gaan kijken, want iemand had het ook gewoon onder zijn echte naam gedaan. Oh, gewoon no shame in the game, gewoon. Ja. Nou, die zou ik dan even delen in mijn stories. Ja. Dat had ik dan met foto en tag. Ja, maar ik denk sommige, dat kan je misschien soms beter niet doen. Nee. Hè? Want er zijn ook gekkies. Ja, ja, ik heb wel, wel aangifte, denk ik. Ja, goed zo. Heel goed. Dit is dus heel leuk. We gaan een vraagvuurtje doen. Wat is dat? Een vragenvuur. Bam, bam, bam. Bam, 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 inderdaad. Wie zou er niet meer moeten terugkeren volgend seizoen? Iedereen mag terugkeren. Ja. Iedereen. Ja. Ja, wil ik ook het liefst. Komt er een volgend seizoen? Nou, dat denk ik wel. Dus, we hebben 12, 6, 13 weken op nummer 1 gestaan. Dat zou toch wel heel vreemd zijn. Sherry-Ann, wie mag zijn dikke lip vaker zippen? Ja, allemaal zo, hè? Ik hoef ook geen tekst en uitleg te vragen. Ja, maar dat weet je toch? Ik moet wel altijd lachen, maar dan denk ik, Tamara. Ben je het er mee eens? Waarom? Ik ben het er wel mee eens. Suus, onze fashion queen van de groep. Wie heeft hier de beste kledingstijl, volgens jou, en wie het minste? Oh, heerlijk. Oh, deze is heerlijk. Leuk. Dan moet je wel eerlijk zijn. Zowel Sherry en als Maria echt wel ook outfits dragen die verrassend zijn. Ook outfits die ik zelf heel leuk vind. Ja, ik ben echt ook door Sherry en verrast dit jaar, dit seizoen. Omdat je misschien vorig jaar zwanger was en wat minder je daarin kon uiten. Vind ik nu ook dat ze wel hele gave outfits heeft laten zien. Jij hebt trouwens ook heel erg je best gedaan dit seizoen. Daar heb ik je vaak over gecomplimenteerd. Ja, om dingen aan te trekken die misschien niet jij zelf in eerste instantie zelf zou uitkiezen. Out of my box. En nou, heel erg leuk bij jou stond. Dus ik denk, dus dat eigenlijk. Nu de slechte. Ik denk dat inderdaad qua kledingstijl Jamila het minste past bij wat je gewend bent bij een housewife-achtig programma, wat dus om glamour draait. Dus dat. Eerlijk gewoon, ja. Goed al geantwoord. Maar ik heb daar verder geen waardeoordeel over. Dat is, jij vraagt dat zo. Jullie doen natuurlijk niet alleen maar de housewives, want dan gebeuren natuurlijk ook wel heel veel andere leuke programma's. We hebben Special Forces, waar jij in zit. Wie had dat ooit gedacht? Maria Taylor? Over comments. Ik keek dan onder de comments bij Videoland en dan was het heerlijk leedvermaak. Maria in de Special Forces. Oh, echt? Ja, mensen verwachten het heel bij jou. Je bent zo'n glamourpoes, weet je wel. Nee, als iemand een bikkel is, dan is het dat kan het wel, Want waarom dacht je van, ik wil een militaire training gaan doen? Ik zag dat programma en ik vond dat meteen waanzinnig vanaf de eerste aflevering. En ik heb altijd het gevoel al gehad van, nou, ik wil een keer gedropt worden in het bos en dan mijn weg terugvinden met een groep. En dit was dus gewoon echt mijn soort van geheim wat ik wilde doen ooit in mijn leven. Een soort van, hoe noem je dat? Nou, guilty pleasure wil ik niet zeggen, maar... Nee, een soort van... Bucketlist. Maar dat heb ik heel erg onderschat. Het is ook echt een van de zwaarste dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan en heb meegemaakt. Vooral het fysieke stuk. En maar nog steeds heb ik het gedaan. En ik heb het echt als life-changing gezien. Ik ben mezelf tegengekomen en ik heb echt heel veel geleerd. En met de mensen toch wel een band voor het leven. Is dat iets voor de andere dames, Special Forces, Tamara? Het ligt natuurlijk heel erg voor de hand dat ik voor dat soort programma's word gevraagd. Want het is natuurlijk inderdaad leedvermaak. Maar ik doe ook niet alles. Ik wil wel echt een televisieprogramma wat bij me past. En dat vond ik van de Housewives vond ik dat wel. Dus dan kan ik mijn haar mooi doen, make-up op, leuke kleding aan. En dat kan niet in Special Forces. En ik hoef zo niet op televisie. Nee. Dat is echt niet. Geen bucketlist. Ik moest daar ook wel even overheen stappen, hoor. Ja, dat snap ik. Dat, maar toch denk ik dat mensen dat wel heel erg waarderen, dat je dat wel gewoon gedaan hebt. Schat, respect dat je dit hebt gedaan. Dat meen ik oprecht en ik ben heel benieuwd naar de afleveringen. Zin om te kijken. Iets totaal anders. Stars on Stage, Susanna. Ja. Onze musicalster. Ja. Hoe voelt het voor jou om dit te doen? Dit volledig nieuwe avontuur? Ja, heerlijk. Ik had het echt nodig. Dus ik vind het ontzettend leuk dat dit op mijn pad kwam. Het kwam echt uit de lucht vallen. Ik kreeg gewoon zo'n appje ineens van wil je daar aan meedoen? En ik dacht, nou, dit is precies wat ik eigenlijk heel lang gemist heb.
Dus ik heb van begin tot hoe lang het mag duren echt intens genoten hiervan. Maar gaan we ooit nog een keer een Susanna Klibanski nummer horen? Dat zou wel heel cool zijn, hè? Daar sta je wel voor open. Ja, dat zou wel. Ja, ik sta daar zeker voor open, ja. Dus de kans is er dat het wellicht... Ja, misschien wel, ja. Storyline voor seizoen 3? Who knows? Who knows? En een single. En ja, hebben we weer een, release. Zijn we dan wel uitgenodigd? Ik heb altijd iedereen uitgenodigd. Ik heb jullie altijd iedereen uitgenodigd. Oké, nou, dat zijn klopt, erbij. Dat klopt, ja. Als je me dan niet daarna... Maar ze willen heel graag background. Jullie willen toch ook zingen? Nou, nee. Aan te horen. Ja, Linda, Roos en Jessica. Ja, ik stel voor dat wij een trio gaan vormen. Ja, nou, dat gaat pas. We hebben eerst live-vragen. Ja, drie. Ik wilde de naam, ik durf de naam niet te zeggen. Een paar dagen geleden in de studio. Marie, is dit een scoop? Ja, bij mij begon het ook te kriebelen en het is ook een en ander op mijn pad gekomen. En ik ben een paar dagen geleden in de studio geweest en ik heb een track opgenomen. Dat is toch fantastisch? Ja. Hoe leuk! Ja, maar ik weet nog niet of ik hem uitbreng. Okay. Maar was het leuk om te zingen? Het was het allerleukste wat ik heb gedaan. Zo creatief, zelf geschreven. Ik werd er heel gelukkig en heel blij van. Oh, leuk. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Kimmy, jij hebt afstand gedaan van Universal Nails. Dat klopt. Is alles verkocht? Is alles klaar? Hoe staat het nu mee? Per, even kijken, februari, dan gaat het helemaal over, ja. En ik ben bezig met iets anders, iets heel leuks. En wat ga je doen? Ik ga een nieuwe make-uplijn lanceren. En ik heb de dames al wat gegeven en gevraagd naar hun mening. En ik heb er heel erg zin in. En als ik dan toch even een hele brutale vraag mag stellen... Zo ben ik namelijk. Loop je dan heel veel geld mis op het moment dat je zeg maar de zaken sluit? Of... Ja, nou ja, ik ga dan met Helle chillen, want ik ga ook dan zuinig doen. We noemen dat balling on a budget. Balling on a budget. Ja, ik vind het super stoer, maar... weet je. Ja, ik vind risico nemen 1 februari, in onderneming fantastisch. Het is een nacht. Ja, kunnen de meiden nog langskomen voor de nagels? Ik heb gratis dingen te kleden. Oh, daar, echt? En zij is net geweest. Ik denk, het is bijna... En mijn voeten. Oh, je gaat voor een heel veel... Ja, gratis, schat. Roland had aangegeven in een podcast dat hij waarschijnlijk wil emigreren naar Ibiza. Ja. Nou, niet de minste plek. Ik bedoel, ik zou het niet erg vinden. Nee. Maar hoe ga je mee? Hoe ga je dat combineren met ik blijf achter. Nee, ik ga zeker mee. Ja. En als de combinatie niet past, ja, dan houdt het op. Maar hoe bedoel je combinatie niet past? Met de combinatie met de housewife. Oh. Maar ik ga zeker mee, ja. Maar is het net als Tamara dat je dan bijvoorbeeld de winter op Ibiza... Dat weet ik nog niet, want ik weet ook helemaal niet hoe snel. We hebben nog geen huis gekocht. Dus het is allemaal, weet je, Roland, die is net als Tamara, weet je. Zijn mond gaat sneller dan zijn brein. Dus hij zegt heel veel en dan eindstand denkt hij, ja, misschien had ik het... Wonen ze gewoon in Amsterdam voor de rest misschien. Nee, maar we weten niet exact wanneer, maar we hebben nog niks gekocht. Maar Ibiza staat wel op de planning. Dames, ik mag toch jullie even complimenteren op het feit dat ik, dat we netjes waren. Heel netjes, liefdevol. Ik dacht eigenlijk dat we de beveiliging moesten bellen op den duur, maar ik vind dat ook... Nee, die is er wel. Die is wel ingeschakeld. Hij heeft ook je tas gecontroleerd, hè? Jij hebt iemand meegenomen! Dus ik heb een grapje gemaakt! We lachen over een grapje! Vind ik heel grappig. Ja, lekker! Meiden, ik wil jullie ontzettend bedanken. Cheers. Ik vond het een hele mooie, fijne aflevering. Cheers. Positieve ontwikkelingen en op naar seizoen 3. Cheers. Jullie bedankt voor het kijken. Ik ben er gewoon weer binnenkort bij met een hele nieuwe aflevering van Reality. Dit gekibbel gaat waarschijnlijk gewoon nog lekker uren door. Ik zie jullie volgende keer weer. Dag.